Yo mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sven en vandaag speel ik Call of Duty. Ja, en weet je nog gisteren dat ik zei bij Raccoon over dat ik een video zou maken over een game die jullie en ik vast heel erg leuk zou vinden? Nou, dit is hem dan. Ik ga even snel een party maken zo. Zullen dan praat ook met niemand. Dus. En als je nog niet weet wat Call of Duty is gewoon zo'n schietspel. Je kan bijvoorbeeld zombies, campaign of multiplayer online doen. Of local, campaign, multiplayer of zombies. Je kan ook gewoon dus tegen elkaar vechten of met elkaar tegen zombies of met elkaar tegen missies doen. Je kan bijvoorbeeld tegen bots als je local speelt. Kijk, en ik ga gewoon vandaag een multiplayer doen. Je kan bijvoorbeeld ook hier. Kan je bijvoorbeeld dingen krijgen. En zo. En ja, I know. En dus, dat is het een beetje. Je kan ook specialists krijgen. Ik zag de hele tijd niet waarom dat er staat. Dat doe ik ook echt nooit. Kijk. Dit is een van deze. Die zou ik, als jullie weten waarom dit is, zeg het even. Wauw. En als jullie me weer willen zien, dan kom het even in de comments van. Als jullie meer willen zien, comment dan even. Duty, D-U-T, Griekse I, in de comments, zodat ik weet dat jullie meer willen zien hierover. Ja, en laten we gewoon beginnen. Ik ga vandaag gewoon even 10 damage doen. Later ga ik misschien wel andere dingen doen ook. Maar nu doe ik nog even 10 damage. Let's go. Niemand hier kan heeft een mic die hierin praat. Ik kan niet in een party zitten, natuurlijk. Iedereen hier zit in een party bij mijn team en bij eentje van hun team zit niet in een party. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mensen. Oké. 10 mensen zitten in een party. Zonder mij erbij. Kom met focus en neerleden. Let's do this. Let's win this. Let's win this, hopefully. Ik hoop dat we dit gaan winnen. Vast wel, hopelijk. Weet ik veel. Ze hebben wel goede mensen. Ik moet altijd zo lang wachten hoor, dan niet wachten. Ik ga gelijk door. Let's do this. Het kan zijn dat ik een beetje stil ben, omdat ik aan het concentreren ben. Oh, dat was raar. Nou, laten we gewoon naar de volgende potje gaan. Wat een kleurrijke. Wat een kleurrijke de top 3. Super kleurrijk. Ik heb twee keer zo lang om net join. Gejoined heb. Oh, ze hadden wel goed hoor. Logisch dat ze dat we af zijn gegaan, logisch. Ze hadden echt super goeie. Nou, tenminste met een hoger level dan. Maar dat betekent niet gelijk dat ze goed zijn. Maar deze keer vast wel. Deze keer wel. This time it did. Let's
Zoals je wel kunnen zien, ik ben al level 16. Als je het nog niet hebt gemaakt. Kijk, cyber, er zijn nog mensen die, zoveel mensen die prestige hebben. Allemaal in de party. Behalve Sinu, Sinu en Para. En Kas. Oké. Hier de klas. Zo, volgende potje. Hopelijk is het. Ik weet dat het niet zo is, maar ik zeg het toch, hopelijk niet zoals wat er net gebeurd is, maar zoals het niet gebeurd. Goeie mensen in aanval. Dit wordt eng. En moeilijk. Ze hebben eens een standaard skin, andere een war machine. En de rest van hun zijn ook gekocht of zoiets, of verdiend. En wij hebben ook, wij hebben allemaal behalve die, allemaal gekocht behalve die warmmachine van Emre. Want mijn is officieel wel gekocht, omdat het kitsch is. Yes. Yo! In één keer was iedereen daar. Wow! Dat zag ik niet aankomen. Zo, ze gaan al de hele tijd in de groep rennen. Healen. Yes, let's go. Oh, achter je. Wauw, ze zijn heet het bij elkaar. Dit wordt echt een moeilijke potje. Al achter ons. Dat is het dek. Be advised, hostile UAV incoming. Wow.
Deze, zij zijn veel te goed. Ik denk dat ik zo'n andere job lobby ga joinen. Ja. Dat is toch oneerlijk. Net ben ik daar gaan kijken. Ik vind het erg even te concentreren. Come on. Lag. Come on. I can still do this. Come on. Kunnen jullie nog steeds? We zijn 10 punten achter. Wauw, van twee kanten. Ik had moeten glitchen. Checking time delta. Come on, 2 punten achter. He was nice. Let's do this. Ik had al aardig wat kills. 19 heb ik. Ik heb de meeste. Als we dit winnen. Wauw. Wauw.
double kill. Oh! Zo close! 1 punt! We moesten nog maar 1 punt en dan hadden we gewonnen. Als hij hem had gedood, dan hadden we gewonnen. Zeker weten. 100%. Wauw. Mensen, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie